Hey allemaal, welkom terug bij Motorvlog NL. Mijn naam is Roy en vandaag staan we in een weiland, maar niet zomaar. We gaan een andere motor proberen. Dat is deze. De Honda CB500. Dit is het 2021 model en heeft krap 11.000 kilometer op de teller. Laten we deze motor eens gaan bekijken. Met 35 kilowatt, dat ongeveer 47 pk levert, is deze Honda CB500F een leuke beginnersfiets en geschikt voor het A2 rijbewijs. Maar ook als ervaren chauffeur hebben we hier heel veel plezier op. Laten we eens kijken hoe dat ding rijdt. Let's go! Allereerst valt op dat het een compacte motorfiets is. Het is dan ook een beetje een kruising tussen een naked bike en een street fighter. De motor heeft een lekker agressief bekkie, maar biedt de bestuurder wel een natuurlijke zitpositie. En met mijn 1,96 meter is het wel wat krapjes door de lage zitpositie van 780 mm. Maar ik kan er redelijk comfortabel op zitten en ik heb geen moment het gevoel dat ik niet de controle heb over deze fiets. Deze Honda CB500F is uitermate geschikt voor stadsverkeer. Het is compact en dus ook enorm wendbaar. De motor is uitgerust met een instelbare vering, dus ook op dit soort klinkerwegen geniet je van het comfort wat je van een Honda mag verwachten. Ik kan maar recht zeggen dat deze motor gewoon lekker rijdt. En zeker ook op nat asfalt geven de 17 inch banden van Michelin voldoende vertrouwen. De twee kanaals ABS die standaard op deze motor zit, voorkomt blokkeren van de wielen als je de motor op korte afstand tot stilstand wil brengen. Ondanks dat deze Honda maar 35 kilowatt heeft, kan je goed meekomen in het verkeer. Ook inhalen is geen enkel probleem voor deze fiets, zelfs niet op een hogere versnelling met lagere toeren. Drop a gear and disappear is een uitspraak die ook deze motor niet geheel vreemd is. Al is het natuurlijk geen Fireblade of Hayabusa. Al met al is deze Honda een heerlijke fiets voor woon-werkverkeer of om lekker mee te toeren door Nederland.
Is dit de fiets die je moet hebben om een wereldreis te maken of circuitdagen mee te doen? Nee, waarschijnlijk niet. Daar is hij toch wat te krap voor en mist hij net wat vermogen. Maar voor de dagelijkse ritjes door de stad of het tochtje in het weekend is het gewoon een prima fiets. En aangezien de motor geschikt is voor het A2 rijbewijs, is die uitermate geschikt als beginnersfiets. Maar zoals gezegd, ook als ervaren rijder kan ik hier best wel plezier aan beleven. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze rit met de Honda CB500F. Het is koud, het is mooi weer, maar het is een hele leuke fiets om mee te rijden. Ondanks dat het een 35 kW is, merk je niet dat dat ding vermogen tekort komt of wat dan ook. Want vermogen heeft hij voldoende. Dat is mijn ervaring in ieder geval met deze fiets. Er is nog iets moois in deze fiets. En dat is dat deze Honda CB500F waar we vandaag op hebben gereden, te koop staat. Ik ben niet de verkoper, ik heb deze motor in bruikleen van een maatje van me. Omdat deze motor ook geschikt is voor het A2 rijbewijs en hij inmiddels vol vermogen mag gaan rijden, staat hij dus te koop. Wil jij of heb jij interesse in deze motor of weet jij iemand die interesse heeft in deze motor? Laat hem een comment achter onder deze video. Deel deze video met iemand die eventueel interesse heeft in de motor. En dan breng ik jullie in contact met de verkoper van deze motor. Hou me er even niet aan vast, maar meen me te herinneren dat hij zei dat de verkoopprijs ongeveer €6.000 is. Tussen de €6.000 en €6.500. Maar dat is een beetje de richtprijs waar je aan moet denken. Wil je deze Honda CB500F op 35 kW willen kopen. Voor nu, deze video is aan het einde. Ik ga hem terugbrengen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laters! One eternity later.